Gerrit, daar staan we dan hier in de brandweerkazerne in Wezep. De wetgeving is veranderd, want vanaf 1 juli is het verplicht om een rookmelder in je huis te hebben. Niet één, maar op iedere verdieping hebben we inmiddels begrepen. Ja, dat klopt. Vanaf 1 juli is dat verplicht. Dus op elke verdieping moet een rookmelder komen. Ja, want hoe gevaarlijk is het nu? Een rookontwikkeling gaat snel, maar binnen hoeveel minuten kun je nog veilig vluchten? Ja, dit is ze hebben het altijd over de drie minuten, zeg maar. En in die 3 minuten tijd heb je eigenlijk de tijd om te vluchten uit je woning als er brand is. Nou, eigenlijk had die wet er al veel eerder moeten zijn, Gerrit. Ja, ik ben hartstikke er blij mee dat 1 juli het ook verplicht wordt. En ik hoop ook echt dat iedereen nu een rookmelder aanschaft. Het is echt van levensbelang dat je een rookmelder in je huis hebt. Meneer, vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht om een brandmelder, een rookmelder in uw huis te hebben. Heeft u al een rookmelder? Ja, 2. 2, boven en beneden? Ja. En u denkt dat dat voldoende is? Dat denk ik wel. Van de oorzaken van brand in een woning zijn dat technische mankementen. Wat je hier op de tafeltje ziet liggen eigenlijk, dat zijn eigenlijk 2 incidentjes die zijn gebeurd in onze gemeente, zeg maar. Waar overbelasting is geweest op het elektriciteitsnet. Wat hier is gebeurd, wat hier bijvoorbeeld ligt, daar is een oven en een vaatwasser aangesloten op een verdeelstuk. En op een gegeven moment is er zoveel stroom erin gegaan dat gewoon het verdeeldoosje de massa en de stroom zeg maar niet meer aankon. En is oververhit geraakt en daardoor is de brand ontstaan. Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om rookmelders in uw huis te hebben. Bent u al voorzien? Ik ben de gedeelte denk ik voorzien, want ik weet niet, ik moet boven nog kijken. Daar heb ik ze denk ik niet op de kamers, op de slaapkamer, maar beneden heb ik ze wel in de keuken. En u weet wat de richtlijnen zijn? Nee. Wordt er vaak door de bewoners te makkelijk over gedacht, van oh, dat gebeurt bij mij in huis niet? Ja, dat hoor je heel vaak. En daarom ook, wat je gewoon ziet, deze rookmelder ook, wat je hier ziet. Deze rookmelder die heeft niet gewerkt. En die was wel goedgekeurd? Die was gewoon goedgekeurd. Alleen deze rookmelder zat geen batterij in. Wat je ook veel ziet, dat de mensen een rookmelder ophangen. En op een gegeven moment is de batterij een te lage batterijspanning, want de batterij is leeg. En dan begint hij gewoon te piepen. En dat is eigenlijk het teken van, oké, mijn batterij is leeg, ik moet een nieuwe batterij. En dat toontje is natuurlijk irritant, maar dat doet hij niet voor niks. Dus vervang op tijd je batterij. Ja, ik heb hier nog een rookmelder liggen en ja, die heeft echt een erepenning gekregen. Want echt waar, deze rookmelder heeft een mensenleven gered. Ook in onze gemeente. We weten nu dat de brandweer ons heeft uitgelegd dat het wettelijk verplicht is vanaf 1 juli. Maar weet u ook welke rookmelders u aan wilt schaffen? Nou, we zijn hier bij Hubo. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Loop dan even met ons mee naar binnen, want Cor Blauw legt ons daar alles over uit. Ja, ik zie dat Cor hier al druk bezig is met de rookmelders. Cor, je bent al behoorlijk uitverkocht, zie ik. Ik ben op zoek naar wat rookmelders. Wat heb je nog voor ons? Ja, Henny, de keuze is op dit moment inderdaad niet zo heel erg groot meer. Het is inderdaad echt heel grote run op dit moment. En de schappen zijn gewoon bijna leeg op dit moment, maar ik heb er nog een paar. En ik zal even een aantal dingen aan je proberen uit te leggen wat de verschillen daarin zijn. Want je hebt hier nu 3 verschillende rookmelders liggen. Ja. Wat zijn de verschillen? Nou, Henny, vooral de grote verschillen zijn de batterijenvorm. Je hebt de autonome rookmelders, dat zijn dit soort types die met een 9 volt batterijtje gaan. Dat zijn veruit de meest verkochte, ook veruit de goedkoopste. Die verkoop je vanaf €1,05 tot 10 koop je dit soort rookmeldertjes. Gewoon simpel te monteren aan je plafond en hup, je zet hem, draait hem erop en je zet hem vast. Dan zijn er nog een aantal met lithium batterijen, die gaan zo'n 5 tot 10 jaar ongeveer mee. Ja, gewoon het levensduur is gewoon veel langer. Je krijgt niet midden in de nacht dat je pieper afgaat. Ja, dat is het voordeel van lithium. Dat vind ik een voordeel. Ja, dat is echt wel een voordeel van deze dingen. En je hebt natuurlijk de duurdere soorten die gewoon op 220 volt gaan. En die je rechtstreeks aansluit. Dat is ook nog een hele mooie. Maar wel in de prijsklasse natuurlijk iets hoger. Maar je hebt nooit geen gepiep meer. Tenminste, hopelijk nooit geen gepiep meer als er geen brand komt. Nee, niet onnodig gepiep. Nee. Mensen denken wel heel vaak, 1 keer een rookmelder ophangen en het is gebeurd. Een batterijtje vervangen en gaat weer. Maar mensen moeten wel rekening mee houden dat het 10 jaar ongeveer levensduur een rookmelder heeft. Dus ze gaan niet onbeperkt mee. Dat komt door de chemische stoffen die erin zitten. Die, ja, na verloop van tijd is dat gewoon gebeurd. En dan moet de hele rookmelder dus wel vervangen worden. Ja. Elk maar type. Nu denk ik heb hem eentje boven hangen, eentje beneden. Ja. Kan ik daarmee volstaan? Ja, in principe moet je in elke verdieping, dus heb je een kelder, je woongedeelte en je
slaapkamergedeelte. Overal moet minimaal één rookmelder. Dat is wettelijk. Ook in iedere kamer? Nee, elke verdieping moet eentje zitten. Dus op je zolder, op je slaapkamergedeelte, op je woonkamergedeelte en eventueel op je kelder. Dus overal één. Ja, en dan is het aan jezelf om eventueel in je slaapkamer ook eventueel nog extra te doen. Maar dat is geen must. En hang ik hem dan aan het plafond of mag die ook gewoon tegen de muur? In principe is het verre de beste aan het plafond te bevestigen. Maar je moet wel even rekening houden dat je hem niet in de hoek plaatst. Je moet hem minimaal 60 centimeter uit de hoek plaatsen. Want de rook die krult een beetje rondom in die hoek. En dan pakt hij hem net niet genoeg. Dus dat is wel een belangrijk gegeven dat moet. Niet zo heel lang geleden ook een incidentje in ons dorpje, iets verderop in Hattemerbroek. Is ook een incidentje gebeurd. Die mensen hadden ook geen rookmelder. En die werden de volgende ochtend wakker. Dat de hele woning van beneden tot boven zwart was. En hoe schadelijk is die rook die je dan inademt? Ja, rook is dodelijk. En vooral ook de CO die erin zit. Dat loopt weet je niet. En het is ook verstandig om twee keer per jaar even met zo'n stofzuigertje, met zo'n borsteltje eraan, even over de rookmelder heen te gaan om de stof er iets uit te halen. En dan heb je huurwoningen en koopwoningen. Ja. In de huurwoningen zitten ze al in? De meeste mensen zijn verplicht om ze erin te laten zetten. Dus die moeten erin gezet zijn door de verhuurder. Dus het kostenplaatje voor iemand die een koopwoning heeft, die kan variëren van deze. Ja, zeg maar 25 euro als je er drie op hun dinges hebt. Dus dat hoeft er niet te zijn. Dat is er niet. En als ik eerlijk ben, kijk, een brand kan binnen 3 minuten levend bedreigend zijn. Dus het is wel heel belangrijk eigenlijk. Nu is het wel verplicht, maar wordt er ook echt gecontroleerd of je een rookmelder hebt opgehangen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, in principe staat de gemeente voor verantwoordelijk. En hoe de gemeente Oldebroek daarin staat, de handhaving, dat zal wel een dingetje worden, denk ik. Ja, dat lijkt me nog wel een klus. Dat is een hele klus. Maar je doet het uiteindelijk voor je eigen gezin, hè? Je doet het voor je eigen gezin, voor je eigen veiligheid. Ja. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En dan nog de montage, want ik vind het altijd een hele toer om weer het batterijtje te vervangen. Zijn daar makkelijkere oplossingen voor? Ja, dat is er inderdaad zeker. En je kunt ze gewoon op een normale manier met een plug en een schroef aan je plafond bevestigen. Maar er zijn ook magneetplaatjes, die plak je aan je plafond. En die zit hier de magneet op en dan klik je hem zo aan je plafond vast. Oh, dat is handig. Ja, dat is echt ideaal, ook voor het vervangen van je batterijtje. Je trekt hem er zo weer vanaf en je vervangt je batterijtje. Dus dan ben je alweer klaar. Wat ik net al vertelde, het incidentje wat is gebeurd in Hattemerbroek. Die mensen hebben dat overleefd. Ze hebben dit eigenlijk gedaan. Ze hebben de deur dicht gedaan van de slaapkamer. Want die is wel belangrijk om de deur dicht te doen. Want dan komt er ook geen rook in je slaapkamer. Hier zie je nog wel meer foldertjes hier liggen. En ook een foldertje over CO. En dat is ook een hele belangrijke. Binnenkort staan wij dus ook op het Meidenplein. 14 juli van 2 uur tot 5 uur. Met een standje. En ik nodig iedereen van harte uit om langs te komen. En dan kunnen wij nog veel meer vertellen over rookmelders en de veiligheid binnen huis. Nu heb jij je kunt een proefje met ons doen hoe snel rookontwikkeling gaat. Ja, dat klopt. Dat gaan we zo even laten zien. Ja. Dus in een korte tijd hoe snel rook zich kan verplaatsen. Ja. Ik heb gewoon een afstand. Ja, dat is heel jammer. Hè? Zo, Gerrit. Ik hoor het alarm hier al afgaan. Ja, dat klopt. Volgens mij hebben we hier een klein brandje. Nou, Gerrit, bedankt voor alle tips en informatie. En wij zijn op tijd gevlucht. En ik hoop dat ik je niet tegen hoef te komen. Nee, dat hoop ik ook. Hartelijk dank dat jullie hier wouden zijn. En hang je rookmelder op.